We zijn vandaag in de Piershaven in Tilburg. We zitten op de boot De Vriendschap, nieuw aangekocht door Stichting Tilburg te Water. En wij gaan een stukje meevaren. Ja, vrij belangrijk toch wel. Zoals je wel eerder gehoord hebt, hebben we inmiddels met de andere boten al meer dan 10.000 mensen vervoerd. Ja. En er is steeds meer vraag voor kinderfeestjes, voor barbecues op de boot. Gewoon s'avonds even gezellig een eindje varen met een vriendenclub. Ja. En daar was echt behoefte aan een kleinere boot. De grotere boot die we hebben voor 28 personen is vrij duur. Deze boot is een stuk goedkoper. Dus nodigt uit tot meer varen. Ik heb meer dan een jaar in de oude Jumbo gezeten. Daar heb ik iedere avond buiten mijn gewone werk. Ben ik iedere avond daar een paar uur gaan werken. En in de weekenden ook vaak. En ja, iets meer dan een jaar heeft het geduurd voordat hij zover was zoals dat hij nu is. Nee, dat is, hij was al iets eerder klaar. En we hebben dit moment gekozen, opening van een nieuw seizoen. De verjaardag van de Piershaven. En toevalligerwijs ook nog eens 5-jarig bestaan. Dus wat is een mooier moment om te kiezen. Er is heel erg veel natuur te zien. Er zitten futen, er zitten van allerlei gevogelte. Er zitten schildpadden, roodwang. Schildpadden zitten er hier in de haven. Er is zoveel levendigheid als je er maar het oog voor hebt. Zeer zeker. We doen ook rondvaarten in samenwerking met Gert Bruning, de natuurgidsen. Die is trouwens ja, ook nachtburgemeester. Ja, maar die verzorgt heel veel natuurwandelingen in Moerenburg. En daar doen wij dan ook de vaarten voor.